tienjarig bestaan, Burnels Boutique, Cedric en Kirsten, daar willen wij alles over weten. Wat is Burnels Boutique? Onze boutique is eigenlijk een lifestyle boutique. Wij proberen eigenlijk de masculine elegance terug te brengen en in een vorm van exclusieve items. Het idee is ontstaan waar? Wie is op het idee gekomen? Want dat is wel toch een beetje bijzonder. Ja, het idee is eigenlijk ontstaan in samenwerking van onze creativiteit. Want Cedric zit eigenlijk al 15 jaar in de luxe wereld. En ja, we dachten, waarom brengen we dat niet in knokken in een fysieke boutique waar we eigenlijk het volledige concept tot in één geheel kunnen brengen. Ja. Luxe boutique, inderdaad. Super speciale artikelen. Wat allemaal? Vooral geconcentreerd op alles wat dat maatwerk is. Laat ons zijn dat de core business toch naar de schoenen gaat. De schoenen, alles wat de accessoires is ook. Maar vooral met de nadruk op handwerk en producten die niet overal te verkrijgen zijn. Ik neem aan dat je daar een heel speciaal en een vast publiek voor hebt dan. Ja, het is een redelijk niche publiek, inderdaad, dat klopt. Maar we proberen toch eigenlijk een groter doelpubliek aan te spreken door ook onze eigen collectie uit te werken. En door ook items te zoeken die voor iedereen wel interessant kunnen zijn. Ja. Ondertussen 1 jaar ver, dat betekent de eerste verjaardag, lijkt mij logisch. Tevreden over het jaar die achter de rug is dan? Het was een best pittig jaar, een moeilijk jaar, maar we hebben het toch goed doorstaan. En we hopen nog heel veel te kunnen doen. Vanavond is er ook nog iets bijzonders. Hè? Er staat nog iets op het getouw, wat ook alweer speciaal is dan. Zeer, zeer speciaal. Want een artiest heeft eigenlijk speciaal voor vanavond een werk gemaakt. Steven Toelen is de artiest, dus die heeft een heel speciaal werk gemaakt. En die wordt vanavond geveild ten voordele van het Alzheimerliga Vlaanderen. Ja. En die, dat is een veiling vanavond, zo is het toch, hè? Ja, klopt, vanavond. En je verwacht daar heel veel publiek voor, neem ik aan, hè? Veel meer dan eigenlijk verwacht. Ja, we werken met inschrijvingen en raar maar waar hebben we heel wat inschrijvingen binnengekregen. Dus dat is super fantastisch om onze 1 jaar bestaan te vieren. Ja. Jullie hebben je beste beentje voorgezet. Absoluut, we doen ons best. Hetgeen betekent dat je nu nog veel jaren je beste beentje moet voorzetten, hè? Zeker weten, zeker weten. Maar we mikken eigenlijk altijd op level up. Level up. Inderdaad, je hebt nog veel jaren om nog een level up te gaan. Hè? Heel veel succes en bedankt. Dank u, vrienden, meneer. Dank u wel. Moeten we toch even nog dieper ingaan op het werk dat vanavond geveild wordt. Dat is een werk van Steven Toelen. En we willen graag wat tekst en uitleg. Vertel er ons alles over dat fameuze werk. Wel, de titel van het werk dat is Reminiscentie. En ik heb eigenlijk de intentie gehad om een eigen interpretatie aan het laatste avondmaal van Da Vinci te maken. En ik had daarvoor een aantal oma's gecontacteerd. Het zijn er uiteindelijk 22 en een totale levenswijsheid op de foto van 2027 jaar. En eigenlijk is dat begonnen met een ode aan alle oma's die ik wilde doen. En meer specifiek ook aan mijn eigen oma die 29 mei 99 jaar wordt en die ook op de foto staat. Dus, ja. Heel speciaal, hè? De opbrengst naar de Liga. Ja, je moet weten, ik hou van verhaaltjes maken. En ik vind het eigenlijk heel jammer dat de mensen die dan ouder worden al die mooie verhalen van vroeger uit hun verleden iets wat uit het oog verliezen of vergeten. En ik zou eigenlijk daarmee willen een steun betuigen aan de mensen die daar onderzoek naar doen, om dat eigenlijk in de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten, dat mensen nog altijd verhalen kunnen vertellen. We hebben bij deze een poging in de goede richting gedaan. Jazeker, ik hoop dus dat vanavond de mensen allemaal goed steunen. Ze moeten natuurlijk eerst de foto mooi vinden, maar voor mij is eigenlijk de foto de kers op de taart en gaat het om de taart. Hè. Wat we naar de mensen toe van mijn leeftijd die te maken hebben met Alzheimer betekenen en ook voor de oma's en opa's die eigenlijk nog niet, of gelukkig niet, te kampen hebben met Alzheimer, vind ik het ook een boodschap naar degenen die ook van de familie zijn van luister naar de verhalen. Het is zo mooi wat er allemaal gebeurd is vroeger. Prachtig initiatief. Dankjewel, dankjewel. Voilà, we gaan even mee die verjaardag vieren. En je weet waar je terecht kan, inderdaad, voor deze exclusieve boutique.